zoiets. Komt hij aan? Ja mensen, ik ben beginnend goochelaar en ik heb zo her en der in de zaal mijn kaartjes uitgedeeld. Zou diegene die harte 10 van mij gekregen heeft, deze nog euro willen brengen? Niemand? Dan kan je die druk ook wel vergeten. Ja, als goochelaar heb je niet zoveel nodig om te beginnen. Vlugge vingers, die heb ik van zijn vader. Die was belastinginspecteur. En een normaal functionerend verstaan. Vooral die trucs te leren. Ja, met zo'n verstaan kun je ook burgemeester worden, heb ik gehoord. Ja, de nieuwe burgemeester zei, met zijn installatievergadering zei ze, van summeren en niet bang. Ja, ik kom van Baal, ik ben niet verlegen. Soms mijn held op zakken. Ja, met de installatievergadering was er een hele bus met hoog volk. Had de kanten van Lieren op mijn bal afgezakt, allemaal in de beste kleren. Die vrouwen in het lang en die mannen allemaal in de smoking. Die komen daar het gemeentehuis binnen, beginnen die man te flitsen. Dank u. Beginnen die mannen allemaal de kleren uit te trekken. Jaak Meijers vol in paniek. Zeg mannen, zeg Jaak, wat gaan jullie hier doen? Dat zie je toch niet de gewoonte, hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons niet. Ja, zei die man, het staat hier op het bordje. No smoking. Maar volgens mij, burgemeester, zeg jij benoemd omdat je 4 kinderen hebt. Het is een beetje de gewoonte geworden in Baal, dat de burgemeester ze 4 hebben. En ik denk, dan gaan ze de oude burgemeesterswoning niet op. Nou, die is zo dikwijls verbouwd. Maar als je een huis ziet, kun je net zo goed met Jos Kim gaan. Dat doe je toch iedereen die in Baal kan wonen. Ja, mijn vriendin en ik hebben nog 4 kinderen. Eentje van mei. De andere is van juli. Eentje van september. Eén van augustus. Ja, je was blij gehoord tegen in Baal, want het is een beetje een agrarische gemeenschap. En daar woorden naartoe heb ik gehoord. Dan heb ik geluk. Er zijn hier boeren zat. Zelfs in de raad stikken ervan. Ah, Cheryl, ben jij hier ook, joh? Ja, Cheryl Boer, hè? Ja, dat blijven we weer te zien, Cheryl. Maar het milieu en de verkeerspest, daar zou ik me eigenlijk niet druk in maken. Daar hebben ze in België goede oplossing voor gevonden. Ja. Daar, als ze daar te veel verkeers hebben, krijgen ze daar zo de pest aan, dan stoken ze ze gewoon op. En in Hollands Baal zijn ze daar heel niet blij mee. Ja, zei die Belgen, dat is nou echt stank voor dank. Ja, ik was bijna te laat hier in de zaal, want Tontje Larijsen die zei nog tegen mij, bij die jongen in de keuken. Hij zei, Jules, ik heb zo lang op jou zitten wachten dat mijn gat bijna is gaan slapen. Zeg, ga maar staan, voordat ik ga snurken. Maar dat komt omdat ik laatst een nieuwe wagen gekocht had. Ja, de Belgische gemeente die verkocht laatst een oude brandweerwagen en nog een of ander wrak met een blauwe streep. Een zwaarlicht en vol deuken. Ik denk, dat is nou handig, want als ik nou ergens snel moet zijn, zet ik dat licht aan, laat ze me zo deur. Vergeet het maar. Die wagen was niet vooruit te branden. Ik kreeg niet eens een tweede versnelling. Dus ik kom op de veldwagen en zeg, Karel, luister het is, jong. Krijg jou nou een dienstwagen, niet eens een tweede versnelling? Hoezo? Wij, tweede versnelling. Ik dacht dat er niet meer op staat van de schok en 1 versnelling. Sorry voor mijn ogen, maar mijn bril heb ik al bij Kees van Ees. Voor een helder zichtcentrum. Valt ook best tegen. Je kunt net zo goed naar Slicht, ja, Zwits gaan. Slicht.
Mr. Fiesilewski. Ja, dus ik in het veld. Ik zeg, Sarah, is het? Er zit nogal wat deuken in je auto. Hè? Ja, zie, dat komt van parkeren, hè, jong. Dat maakt me zo zenuwachtig. Ik zeg, hoe kan parkeren jou nou zenuwachtig maken? Ja, zeg, wat denk jij? Die klap. En dan dat gerinkel van dat glas. Dat werkt me zo op mijn zenuwen. Maar heb je trouwens een nieuwe auto al gezien? Ene met een turbo-injectiemotor. Dan houd je het verkeer niet meer zo op. Kan natuurlijk ook desengewoon gebruiken als rij in de reclamewagen, want de snelheid die hit je ervoor. Zou trouwens heel veel veiliger zijn dan het bord daar bij Jantje Gulks tegen de gevel. Ja, nou Jantje Gulks als een winkels verhuurt, hè, gaat je zijn gevels verhuren. En wat toch nou de middenstaand? De meesten die stoppen toch niet meer verriet krijgen, die hebben ze toch al zo dikwijls op straat zien staan. En als we daar nou een bord neerhangen, dan weet ik zeker dat ze stoppen om die reclames te lezen. Het is heel wat veiliger, dan hoeven ze met een mindere snelheid door de straat te rijden. Ja. Luister, ik ga je een truc uithalen met mijn ogen, hè. Ja, ik ga je een knijntje met de ogen. Charles, goed opletten, jongen, dat komt voor jou van pas. Hé? Dan hoef je de knijntjes niet meer te laten dekken aan die jongen. Dat kan heel wat sneller, hoor. Hè? Ik zal even mijn bril afzetten ook, want ik ga terug naar Kees. Hij moet zijn ogen vastzetten. Maar dat is toch niet waar? Och, oké. Oh, nee. Nee. Oh, mijn konijntje. Oh. Niks als botjes. Nog eens. En nou dacht ik toch echt. Ja, nou zie ik het. Dachten ze die je plan al verjaagd hadden. Maar het is trouwens niet voor niks dat de veldwagen een nieuwe auto gekregen, hè? Ja, Jeff Saas en Ben Verkaester, die zijn hier tuin bij Bels Gemeentehuis aan het renoveren. Ze leggen er nou allemaal stenen op. En ze hadden daar vier granaten opgegraven. Voorzichtig, Jeff, zie ben nog. Want ik heb les in de krant gelezen dat er bij, toen een granaat ontploft is, dat er 100 doden zijn gevallen. Het zal ons niet gebeuren, Ben, zei Jeff. Wij zijn toch maar met z'n tweeën. Maar kom, Jan, zei hij. Leg ze eigenlijk op de wagen, we brengen ze naar de veldwagen. Ja, maar Jeff, zei Ben, stel dat er een ontploft. Maar dat is toch niet erg, zei hij. Dan zeggen we toch maar gewoon dat we maar 3 gevonden hebben. Ja, maar die mannen die hebben dan nogal hard gewerkt om die nog, hè. Het was maar goed dat ze een schip en een bessen vast hadden. Anders waren ze zeker omgevallen. Ja, meestal als goochelaar komt er zo'n beetje overal waar het mist gegoocheld wordt en de meeste trucs gebeuren. Ga ik altijd naar de gemeenteraad. Wat vinden jullie nou van de Hollandse verkiezingen? Dreemoors dag nog. Als Aleida de wijk ingaat, maken we zeker een kans om te winnen. En nou zit hij in de raad tegen de meerderheid te vechten als een Don Quixote. Ja. En ook Karel Kerman zag ik lopen met een touw en een keer. Ja, dacht Karel, als ik nou Annemie voor mijn keer kan spannen, dan weet ik zeker dat ik win. Nou was Karel één ding vergeten. Het was wel een boer, maar hij was nog geen lid van het CDA. Maar ik denk dat het debat voor Radio De Stille Genieter Karel den Das ondernomen. Want ik weet bijna zeker dat die ongetrouwde negerin met die 9 kleine mannen die in de steun zit, die elkaar gestemd heeft. Ja, want burgemeester Kortman die vertrok naar Oosterwijk om vluchtelingen op te vangen. Hij heeft tenslotte al jaren ervaring met Belgische vluchtelingen in zijn gemeente.
En dan wogen ze als afscheidscadeau voor Kortman een postzegel laten maken. Maar dat weer een grote flop, hoor. Ja, meestal lekt er dan aan de verkeerde kant. Ja, want wat denken we nou van sportcomplex Bosvoort? Dat is toch eigenlijk niet nodig hoor. Je kunt toch genoeg sporten in bal. Je kunt er zwemmen, je kunt er fietsen, je kunt er motocrossen. Je kunt er zelfs fietsen in de plaats van Karel. En je kunt er zelfs vliegen. Ja, dat zal ik u uitleggen. Zo kwam ik les langs een zekere kapper. Ik stapte daar binnen. En die kapper is heel goed in permanent. Permanent vragen stellen. Permanent nieuwsgierig zijn. En knippen doet hij ook. Komt Frans de Bond binnen. Ja, die moest een haar laten knippen, want dan konden zien waar ze in de vurk aan zaten. Kapper, zegt Frans. Wat kost knippen? Ja, zegt de kapper, dat kost een tientje. En wat kost scheren? 6 gulden, zegt de kapper. Dan scheerde hij mijn haar maar. Ja, toen vroeg je aan je knecht van je kapper, knip me een baard eens een beetje bij. Die knipte daar niks bij. Helemaal niet. Die knipte me gewoon iets af. Maar toen zei die kapper, je vliegt eruit. En daar kunnen we nou leren vliegen. Maar ik ben wel blij dat het zwembad blijft. Ja, ik had al een eenmansactie ondernomen en zo ging ik rond in de Gembuurt. En ik belde in de Nassau-laan bij een husken aan. Doet een kleine open. Maar riepie, hier staat er ene die rondkomt voor het behoud van het zwembad. Wat moet ik hem geven? Geef er maar 2 emmers water, riep ze. Maar omdat ik zo sportief was en bekend bij de 2 gemeentebesturen, werd ik gevraagd om de wedstrijd te organiseren tussen Hertog en Nassau om de slechte verstandhouding te herstellen. Want hij wordt zo'n beetje de tweede AOC'er in bal, Charo. He? Want ik snap nog niet waarom jij je eigen druk maakt om het koolster, ja. Nee? Het sop is de kool toch niet, hè? Dus ik had gedacht om de fietswedstrijd te organiseren en ik moest toch nog bij Jan Jaassen zijn. En ik ging daar naartoe, kom ik eraan, hangen er allemaal ballonnetjes buiten en vlaggen. Ik zeg, Jan, wat is hier van de hand? Ja, zit ik. Je denkt vandaag de dag dat het precies 14 jaar geleden is dat ik mijn eerste fiets moest repareren. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik kwam vragen of hij al klaar was. Ja, ik kocht bij Jan nog een speciale fietshelm. Wacht, ik zal hem laten zien, want ik heb hem bij, hoor. En, ja, wacht. Zet even mijn busmuts af. Hier heb ik hem. Zie je hem? Zeg Jan, wat moet die kosten? Ja, zei Jan. Geen cent te veel. Dus Jaassen bent zinnig. Ja, prins Jan die vroeg net aan mij hoe dat kwam met mijn blauw oog. Hij had inmiddels al wel gezien, ik heb een blauw oog, hoe dat er kwam. Ik zeg, ja, dat ik gedaan met bidden. Ik zet even met een bril op. Hoor. Ik zeg, dat ik gedaan met bidden van het Onze Vader. Hij zei, met bidden van het Onze Vader, hoe komt het daar naartoe bij? Ik zeg, ja, mijn vrouw die vond dat ik bij de zin verlos ons van het kwade te veel hurrikaan heb gegeven. Maar ik dacht, kom, om de gemeente te helpen bij de opbouw van het zwembad, want dat is een diepe put. Hij is diep, ze vullen meestal met water, maar ze hebben geen geld voor om te vullen. Ik dacht, ik zal intree heffen bij de fietswedstrijd. Komt Trees Kind aan de kassa? Giel, zei ze bij Kosten. Ik zeg, Trees, tribune, 3,5 gulden. Eretribune, 5 gulden. En loges, 7,5 gulden. En het programma kost 1 gulden. Ze zei, dat geeft maar een programma, ga ik daar op zitten. En op de kaart stonden Kees en Greet Groma, die stonden broodjes te verkopen. Hè? En die waren allemaal in de lucht om te gooien. En die vielen telkens terug. Ik zeg, ja Kees, dat is in de Kerkstraat over de toog vliegen. Ik wil niet zeggen dat ze dat hier ook doen. En voor de wedstrijd ging ik in de kleedkamers kijken hoe de sfeer was. Toen kwam ik binnen. Toen riep aan de mie, hé Jules, doe de deur dicht.
Maar het is zo koud buiten. Ik zeg, als ik hem dicht doe, zou het dan buiten warmer worden? Ja, zei ze, dat is waar. Of stellen de mensen jou wat meer stomme vragen? Ik zeg, nee, jij zit toevallig het eerst. Ja, ik schrik van af. En ze zegt, Jules, dat is lang geleden dat ik jou gezien heb. Ben je soms ziek geweest? Ja, als je hebt gemerkt, dat deed niet mee. Jij werd een smoesje. Ja, zit ik mag niet van een dokter. Ik heb een tennisarm, ik heb een voetbalknie en ik heb een golfbal. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat Jeff die een dag heel slecht uitzag. Ja, hier. Het was net dat je met die knijnen meegegeten had. Maar dan tussen de tralies. Ja, Leo van Tilburg staat er ook te glimmen in een hoek. Zeg Leo, wel uw riempjes van uw veiligheidshelm vastmaken, hè? Hoezo, helm? Wette helm, ik heb geen helm op, jong, zit ie. Ja, moet me iets van het hart, hoor. Leo heeft mijn les een keer gematst. En ik heb hem toen beloofd dat ik in de ton zijn naam een paar keer zou noemen. Ja, dat roept hij op. Wilde jij dat doen, zit hij? Want anders moet ik dat betalen bij het krantje en nou is het niks. Dat doe ik. Leo van Tilburg. Eén. Leo van Tilburg. Nou, dat is twee keer. Ja, Wim van Gool die vroeg net ook nog aan mij. Hij zei, zou jij voor mij eens niet een paar schuine bakken in de ton kunnen vertellen? Want nou Els al een paar jaar niet meer samelt, wordt dat toch weer eens tijd, hè? Ik zeg, dat is goed, dat doe ik. De rijden, twee fietsers, een stijl en berg op. Nou, als dat nou geen schuin begint, dan is dat niet. Maar nou moet ik wel zeggen dat die wedstrijd een beetje oneerlijk was, hoor. Ja, de Hollanders, die zijn weer gewend om het weer royaler te doen. Die hebben het weer makkelijker. En de Belgen, die moeten meer knokken voor het geld dat ze in de gemeentekas hebben. En dat kwam dan ook in de uitslag naar voren. Want die wedstrijd, die werd gewonnen door Joskin met je neuslengte voorsprong. En 2 meter daarachter. Kwam Dreemoors als een goede tweede. Die wil ook nog alles de keer gaan in de raad de laatste tijd. Zou ik dan ook niet verwonderen dat de rijen gesloten werden door Dirk van Oordank. En na de wedstrijd had ik een verbroederingsfeest georganiseerd bij Karel van de Stapperij. Ja, toen we daar zo naartoe liepen, toen liep ik net voor Piet Deewis en ik rook zo eens. Ik zeg, zeg Piet, ja, zeg ik, zeg, heb je wel een douche gepakt? Nee, zegt hij, hoezo? Ben er eentje kwijt? We zijn bij Karel in de stapperij aangekomen, toen wou ik vanover iets eten. Ja, zegt Karel, ik heb vette potjes. Zwezerik, niertjes in het zuur en verkenzorkjes. Dat komt maar nog mijn spreekuur, zeg ik. Maar nou wil ik wel eten. Ja, ik kreeg van Karel een cola on the rocks. Kijk, Jules, zei Karel, dat is iets nieuws. Dat zijn ijsklontjes met een gat erin. Kijk, zo nieuw is dat niet. Daar ben ik al 14 jaar mee getrouwd. Zit Tjaap Nooyens van de Boerenbond van een verkensnitzel. Maar die beviel volgens mij niet zo, hoor. Want hij staat een stukje als een verk. Goddelieva, zit hij. Noemde jij dit nou verkensvlees? En Goddelieva naar Tjaap toe. Ze zei, op welke kant van de verk bedoel jij, Tjaap? Toevallig zit aan de bar Jan van de Klunder. Zeg Jan,
Hoe gaat jij dit jaar met carnaval verkleed? Ik wil als badkuip gaan, zei Jan. Dat kan niet gedaan. Zeg, badkuip, is dat niet moeilijk? Nee, zei hij. Het is gewoon een kwestie van de wegen vol te laten lopen. Net op dat moment komt Ad Fraaie binnen. Ken jij Ad Fraaie, burgemeester Hendrik? Nee? Het is nou de burgemeester van Hollands en Belsbouw. Tenminste, zo gedraagd is hij. En Ad haar leest in Bols krantje een stukje van zijn verkeersbureau geschreven. Verkeersbureau van Verheijen, VVV. Zet er in Bol 3 hotels waren. 2 van mindere kwaliteit, slecht onderhouden, in een lagere prijsklasse. En eentje in een dure prijsklasse. Goeie service, goede kwaliteit. Zeg, het zou niet weten na dat een bonte nog zo duur was. Ja, en om het verkeer zondags beter durf te laten stromen, hij aan beloofd dat hij zijn. Even denken. Dat hij zijn terras zondags nimmer op de fietspad zal zetten. Ja, zei Ad, als ik drink, drinkt iedereen. En dat deed zoiets met zijn vinger. Dus ja, dat moet gebeuren dat je van Ad niets krijgt. Hè? Dus wij jongen klinkt, proost Ad. 5 minuten later gaat hij weg. Zei hij, als ik betaal, betaalt iedereen. En dan weet je echt dat ik ook. Maar het wordt tijd voor mijn laatste druk. Het is met een verdwijndruk. En ik weet bijna zeker als ik tot 3 tel dat ik jullie niet meer zie. Let op. Ja, niet schrikken van de volk. 1. 2. 3. Zitten jullie er nog? Ja, dan moet ik terug naar die gang. Dat wordt een afgang.